En nog één keer, wij willen een supermarkt! Wij willen een supermarkt! Wij willen een supermarkt! Wij willen een supermarkt! Al deze mensen zijn het erover eens. Er moet zo snel mogelijk een supermarkt terugkeren in Quinzeul. Het protest van donderdag op het dorpspleintje trok zeker 100 mensen. Eulenaren konden op een gele kaart aangeven welke supermarktformule de voorkeur geniet. De Hoogvliet bleek veruit het populairst. Quinzeul wacht al ruim 6 jaar op een supermarkt, nadat de Albert Heijn in 2012 afbrandde. Nou, het is nou 2017. Ik geloof wel dat we kunnen zeggen dat we er allemaal, dat we het goed zat zijn. Is het zo? Tijdens de actie werden 10 gevulde boodschappentassen verloot onder de ingevulde gele kaarten. De kaarten worden later overhandigd aan burgemeester Van der Tak en Corné Vastgoed, de beheerder van het leegstaande supermarktgebouw. Of en wanneer er een supermarkt komt is niet bekend. Corné Vastgoed is nog steeds in gesprek met een aantal potentiële huurders.